Deze week in Autowereld de Mercedes AMG GT. Hij is er vanaf zo'n 145.000 euro. Maar die van ons is nog een paar tandjes duurder. En dan de remschijven. 2102,50 euro per wiel. Totaal 8410 euro. Hoe rijdt de 510 pk sterke GT? En is het een concurrent voor de befaamde Porsche 911? Deze week het antwoord. De Ford Focus ST is er nu met een diesel. En nog steeds is hij dan een rasentertainer. Ja, hiermee onderscheidt hij zich toch wel van zijn concurrenten, hoor. En als tegenwicht voor die snelle apparaten stappen we samen met klassieker-expert Nico Aaldring in een stokoude Crossley met de voormalige eigenaren. Ik moet iets meer gas geven, want we staan bijna stil op de snelweg. Maar dat is volgens mij niet de bedoeling. Nee, ik moet deze kant op. Nee, maar daar blijven. Dat alles aanstaande maandag, want vanwege het WK Rugby zijn we tijdelijk maandag rond middernacht te vinden. Daarnaast wordt de uitzending herhaald op woensdag en vrijdagavond op RTL 7 en op de zaterdagochtend van RTL 4 om 11:30. Maar natuurlijk kun je ook altijd terecht op rtlxl.nl of rtlautowereld.nl om daar de uitzending te bekijken of losse items terug te zien. Aanstaande maandag dus, Autowereld op RTL 7.